Poemp. Dat is hem dan. Een blauw poppetje is bedoeld om de wereld een beetje op te vrolijken. En dat lukt hem inmiddels aardig. Ja, niet alleen kinderen zijn gek op dit kleine filterwezentje. Ja. Jawel. Met zijn kraalogen. Zit. Maar ook bestaan er volwassenen hoor, die er overal mee naartoe nemen. Milika, altijd bij zich. En dit tot grote vreugde natuurlijk van zijn bedenker, Mieke Driessen. De Foemp. Kent u hem nog niet? Dan loopt u achter bij de nieuwste rage. Veel kinderen zijn al gek op de piepkleine knuffel die je ook zelf kan maken. Waarom ben jij zo'n fan van de Foemp? Omdat ze er zo grappig uitzien. Met die hele grote ogen zo bollen. Het is grappig om te knutselen in heel veel verschillende vormen. Dus je hebt er al veel gemaakt? Ja, ik heb er heel veel gemaakt. Foemp is een virus, een soort van vrolijk virus. Van kleine poppetjes met kraaloogjes. Die over de wereld overal opduiken. Dus die kinderen kunnen maken, die alle vormen aan kunnen nemen. Dat is Foemp. Toen Mieke 5 jaar geleden de Foemp in het leven riep, kon ze niet bedenken dat het van oorsprong blauwe poppetje zo'n succes zou worden. Hoe is dat nou dat iets wat je zelf gecreëerd hebt, dat ineens een rage is? Ja, heel bijzonder. Ja, het is leuk als andere mensen er ook blij van worden en leuk vinden en meedoen. Inmiddels heeft Mieke al een kleine 10.000 wezentjes gemaakt. En dan te bedenken dat het eigenlijk gewoon begon met het snel even maken van een cadeautje. Toen heb ik van een McDonald's knuffelbeestje heb ik de tentakels afgeknipt, die dichtgenaaid en oogjes opgeplakt. En toen was het een familietje die bij elkaar stond. Nou zou je denken dat de Foemp alleen voor kinderen is, maar niets is minder waar. Veel volwassenen doen met Foemp mee aan een fotoproject. Dat mensen ze op reis meenemen en foto's maken. En deze foto's verzamelen, zodat er de Foemp echt een soort van avontuur beleeft door de hele wereld heen. Foemp bezocht zo al tientallen landen. Zo was hij in Amerika, maar ook in China. En genoot hij van het uitzicht in de Franse Alpen. En als je goed kijkt, dan reist Foemp vast ook nog een keer door jouw straat. Leuke ogen. En tot zover deze uitzending. Voor meer nieuws kunt u natuurlijk terecht op onze website. En morgenavond om 7 uur is er weer een uitzending. Nu Piet Paulusma met het